Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Vandaag ga ik gewoon van alles in het huishouden doen. En de kindjes natuurlijk. Ze zijn alle drie al op. Waren al op tijd wakker. Jordi en Liam die zitten lekker in de box te spelen. En Sam die ligt hier in zijn zitzak. Ik noem het altijd Domo. Zo heet het ding ook. Maar zo noem ik het ding ook. Dus ja. Ik ga heel even mijn was aanzetten. En ik heb gisteravond niet heel veel meer gedaan. Ik was gewoon zo moe en op. Dus dat gaan we vandaag gewoon maar doen. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Daar scheet je. Daar scheet je. Hi. Wil je die andere ook? Je hebt er twee, hè? Oeh, lekker knuffelen. Ja. Hallo. Hallo. En hier zitten de twee ratjes. Hi, ratjes. Hallo. De kindjes liggen op bed. Die liggen te slapen. Sam die is nog wakker. En ik heb eventjes eiersalade en tonijnsalade gemaakt. Lekker even op een pitabroodje eten. En ik ben gehaktballen aan het maken voor het eten voor straks. Dus ik ben lekker druk bezig. Zit jij nou scheten te laten? Ben je wakker? Ik hoorde jou. Ja, zie je wel. Ik hoorde je wel. Ben je gewoon wakker? Hm? Hij vindt. Kijk dan. Ik zal deze maar even erin doen, hè. Heb jij lekker geslapen? Heb jij lekker geslapen? Nou, doe. Ja, vind je fijn je knuffels? Mama had ze allemaal achter het bed uitgedoest. Hij heeft altijd al zijn knuffels op één hoop liggen. En dan gaat hij meestal gewoon bovenop liggen. Ik heb hier ook een kussentje liggen. Die vindt hij minder fijn, maar hij gaat er af en toe op liggen. Meestal gaat hij gewoon op zijn berg knuffels liggen met zijn hoofd. Is ook iemand wakker? Hi! Hallo? Ta-ta-ta-ta? Pumba! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja. Ja. Hata. Boma, Kimi Poetsen. Boma gaat Kimi Burg echt overen. 1, 2, 3. Nee. Papa, we hebben hier last van vlogception. Nee. Dat ik onze vlog film. Ja, waarom doe je dat dan? Omdat ik jou wil laten zien hoe mooi die schoentjes waren. Want die vond je ook mooi, hè? Ja.
En Liam, vind jij je schoentjes mooi? Liam zit ook mee te kijken, hè? Je snapt er alleen niks van. Nee. Hallo papa. Hi Liam. Hallo. Hi mama. Wat ben je aan het doen, Liam? Liam is net een flesje gedronken, hè? En dan gaat hij zo naar bedje toe. Yay. Nee. En Jordi is lekker aan het spelen. Geef mama nog een kus. En Sam? Die is een beetje aan het... Wipwappen, ja. Mama nog een kusje. En Joef is aan het spelen. En Joef? Joefje. Papa. Papa. Joef, kom. Heel beeld wil. Een kusje van jou. Oh, wat lief. Joef. Een hele goede morgen. Ik vanochtend haast om de kinderen klaar te krijgen. Krijg ik een berichtje dat de fysio niet komt. De eigen fysio van Jordi, die is met zwangerschapsverlof. Ze mag tot de 28 weken mag zij patiënten behandelen. Op dit moment met COVID. Daardoor komt dit. En... Dus er is een invalster. Maar die invalster zit vast in de trein. Omdat er helaas iemand het besluit heeft genomen om voor de trein te gaan. En dat is ze wel heel erg, vind ik. Dus ja. Nou ja, ze komt dus niet. Maar dat betekent dus dat ik de kindjes alweer omgekleed had. En dat ze dus eigenlijk alweer klaar voor de dag zijn. Onze Sammy. En hier onze Lily. Jordi die was aan het ruzie maken, want die wilde geen broek aan. Nou ja, ze komt toch niet. Dus ik hoef ook geen ruzie te maken. Dus dat heb ik maar eventjes voor lief genomen. Dat hij dan maar geen broek aan wil. Doe het gewoon de volgende keer weer. Over een paar minuten kan ik het zelfs weer proberen. Dan waarschijnlijk wil hij het weer wel. Dus nou ja, prima. Dus dat is nou eigenlijk wat er aan de hand is. Anders hadden we fysio gehad. Volgende week kunnen we geen fysio hebben, want dan heeft Jordi downpoly. Daar leg ik later meer uit in een volgende vlog. Maar in ieder geval, dat is wat Jordi volgende week heeft. En volgende week hebben we ook nog een afspraak met de ergotherapeut. En daar ga ik ook later nog meer uitleg over geven. Dus ja, dit is wat er op dit moment... is hier een fruitje aan het maken voor de kinderen. En ze krijgen nectarines in hun fruit. En de rest vul ik op met een appel of een peer of zo. Maar dan hebben ze ook een keer een nectarine gehad. En want ik vind wel dat de kinderen alles een keer gehad moeten hebben. En dan ga je misschien denken, misschien heb je wel de beste tip om een nectarine schoon te maken. Nou, dat weet ik ook niet. Ik doe het maar wel. Dus, ik had er vorig jaar al hoor. En een jaar ervoor met Jordi. Maar ik vind gewoon dat ze alle fruit moeten eten. Dus ik snij het allemaal zeg maar precies langs die noot af. Of wat het ook is. En dan probeer ik mijn vingers te sparen. Want ik had alweer mijn eigen pauw gedaan. Verdorie. Meestal doe ik een breken. En dan haal ik het stukje schil eraf. Want ja, dat schil daar gaat Jordi helemaal van vastlopen. Dus ja, van de nectarine zelf niet, maar wel van het schil. Dus dan pak ik hem vast en dan breek ik hem eigenlijk zo af. Zo doe ik hem in principe schoonmaken. Wel heb ik hem dan zeg maar al ingesneden. Maar het is hartstikke lekker fruit, maar potverdorie. Er is er al eentje op de grond heen gegaan. En... Maar ja. Kindjes zijn nog even aan het spelen. Sammetje slaapt. Nou, ik ga het even laten zien hoe ik het doe. Ik snij hem
tot aan de pit zo door. Meestal, als ze iets langer liggen, dan kun je ze zo draaien en dan heb je ze los. Maar ja, deze zijn nog best wel vers. En dat is over het algemeen ook wel lekker dat ze vers zijn. Alleen met schoonmaak zijn ze gewoon echt gewoon blah. Maar ja, dan heb ik hier, stop ik mijn duim in. En dan breek ik het eigenlijk zo af iedere keer. Zo maak ik die schoon. En dan haal ik de schil eraf. Auw, ik heb mezelf pijn gedaan. Maar je moet iets over hebben om je kinderen fruit te laten eten, hè? En dan gaan we nu maar eens even kijken of dat ze een lussen. Deze grote vent ligt lekker in de box. Ligt lekker in zijn eigen wereldje. Met het muziekdoosje. En het hondje ligt hier. Het hondje ligt hier, hè? Ja. Het hondje ligt hier, hè? Die ligt te waken over Sam, hè? Altijd bij Sammy liggen, hè? 'S middags. Daar ligt ze, hoor. De slimmerik. Altijd gelijk blij zijn. Oké, okay. Die is Pando aan de beurt. En als hij dan die... Vanmiddag is de broer van Niels gekomen, die is schilder en die heeft het dakkapel geverfd. Ja, het kozijn van het dakkapel. Ja, hoe noem je dat? Geschilderd, geverfd? Ja, en de voorlek aangebracht. Ja, in ieder geval, hij heeft er iets mee gedaan wat hij moest doen. Dus dat heeft hij gedaan en die is eigenlijk de hele tijd hier bezig geweest. En dan moet hij dan nog één keer aflakken op zolder, toch? Mm-hmm. Dan kan de stijger weg. Ja, en hij wou niet mee eten. Dus we hebben zelf even gegeten met de kinderen. En toen kon Liam alweer bijna naar bed. Dus die ligt nu op bed. Eerst heb ik zijn tandjes gepoetst. Ja, en van Jordi ook. Ja, zoals het hoort. Maar iets anders... ik kwam erachter dat wij de 200 abonnees hebben behaald. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Voor de support. Allemaal bedankt voor het abonneren. Wij zijn er echt heel blij mee. Wij vragen er zelf niet om. Zoals ik al ooit eens eerder heb verteld. Maar wij waarderen het voor 1000% als je het wel doet. Wat is er, Sam? Wil je ook iets vertellen? Dat wilde hij dus melden. Dus bij deze hartstikke bedankt daarvoor. Vanavond gaan wij niet veel bijzonders meer doen. Een beetje opruimen en rommelen. Ja, en Niels moet de auto leeghalen. Want morgen moet ik Jordi weer wegbrengen naar school. En daarom ga ik deze upsen namelijk afsluiten. Want ik ben hartstikke moe. En ik wil gewoon eigenlijk niks moeten doen, zeg maar. Dat... Die dagen heb je er gewoon bij zitten. Toch? En dat was scheet. Ja, een flinke. Ja. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En wat Sam zegt, tot de volgende. Ja, tot de volgende keer.